Dijkstra, fotograaf, Autovisie. En dit hier, dat zijn de hoofdrolspelers. Ja, die hebben een paar dingen gemeen. Ze zijn ja, eigenlijk heel oud. Deze dan dus niet, maar de oorspronkelijke varianten van deze auto's, die zijn echt heel oud. De Defender van net na de Tweede Wereldoorlog. De Canary gele Jeep Wrangler, iets minder oud, maar van toch een tijdje terug. En dan de Mercedes Geländewagen. De eerste kwam in de jaren 70 op de markt. Dit wordt een grote reportage in Autovisie Magazine. En wij lopen er tussendoor en dan gaan we gelijk ook iets vertellen over green lening. Green lening, ja, green lening, dat is ja, eigenlijk overgekomen vanuit Engeland. En dat is op een ja, sympathieke manier off-roaden. En dat kan over zandpaadjes of soms ook wel over landweggetjes, hier en daar door weilanden. Maar ik ga uitleggen wat dat precies is en dat gaan we met deze drie auto's doen. Zo'n ontzettende bak historie aan deze auto's. De auto waar we nu in zitten, de Wrangler. Ja, hij heeft natuurlijk niet meer alles gemeen met de oorspronkelijke Jeep. We hebben eigenlijk misschien wel bijna niets meer. Behalve zijn naam dan in elk geval. De eerste Jeep, hè? Hij was er in de Tweede Wereldoorlog en werd ontwikkeld om ja, onder andere mee te helpen aan de bevrijding van de plek waar we nu zijn, van Nederland ook. En uiteindelijk is die auto geëvolueerd, die werd groter en het werd een CJ en het werd een hoger getalletje CJ. En uiteindelijk werd het een Wrangler en die Wrangler die is er dan ook alweer sinds, halverwege, jaren 80, is er nu nog steeds. Het is tegenwoordig een, ja, nog steeds een robuuste auto, een hele echte treinauto, lekker leunend op dat onverzettelijke, dat imago van ik kan alles aan. En dan kost deze auto vanaf, pak hem eet, 364.000 euro. Dit is een dikzak, lekker aangekleed, is een stuk duurder. Maar als je hem dan afzet tegen de auto's waarmee we vandaag aan het green lenen zijn. Ja, die Geländewagen kost richting de 200.000 euro. De Defender is ook gewoon echt een dure auto. Zeker als je hem aankleedt zoals we hier hebben gedaan. En ze bieden eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde. Heel veel heritage, heel veel gevoel met het verleden. En ja, het zijn natuurlijk echte treinreuzen. Is een korte Wrangler nog wat beter als je echt in slecht terrein zit, want die heeft namelijk minder wielbaas, dus zit simpelweg gewoon minder snel aan de grond. Maar dit ding is ook zo ontzettend sterk. Ik heb hem eigenlijk heel de tijd in tweewieldrive staan en als het dan echt beroerd wordt, dan schakel ik hem naar vierwiel. En als het dan nog beroerder wordt, nou dat wordt het niet op green lening, want het zijn gewoon off-road paden, dan zou je hem nog in de Gorter gearing kunnen zetten, maar dat hoeft allemaal niet. En hij gaat groeien als je in zo'n auto zit. In het begin denk je, tupperware. He, Bami bakken plastic. Maar uiteindelijk, als je er dan een poosje in stuurt, he, door de bende, dan ga je hem waarderen. Origineel uit de oorlog. Overigens is dat een voertuig waarvan de Amerikanen zeggen dat ze daardoor de oorlog hebben gewonnen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat originele jeepje, daar kon het voorraam plat. Daar kon het hele dakconstructietje, dat kon eraf. En de deurtjes, die konden eruit. En wat hield hij dan over? Ja, eigenlijk niet heel veel. Maar het reed nog wel. En wat hebben ze nou gedaan bij Jeep? Ze hebben daaraan vastgehouden. Want het is inmiddels een wat grotere klus. Maar dat dak, dat kan eraf. De deuren, die kunnen er dus uit. En dan, ja, dan wordt het dus de ultieme Ibiza-terreinauto. En dan heeft Range Rover binnenkort een Evoque Cabrio. Jeep heeft hem al jaren. Mercedes Geländewagen. Het verhaal gaat dat de Sjah van Perzië, het voormalige vroegere Iran, dat hij een luxe terreinauto wilde. En dus moest Mercedes deze auto gaan bouwen. Mercedes ontkent het, maar het feit is dat die auto er nu al zo lang is. En inmiddels ja, is hij uitgegroeid tot een soort cultauto. Hij moet nog tot 2022 in productie blijven. Tot dan heeft Mercedes een contract met Steyr Magna, waar de auto dus ja, gebouwd wordt. En hij is er als Poeg geweest. Poeg, echt waar. Maar ook als Peugeot. Er is een Peugeot P4 geweest en dat is technisch deze auto. Maar nou met een Peugeot labeltje erop. Hier is die voor bedoeld, hè? Gewoon op het asfalt. Dus ook niet op de stoep. Nee, op het asfalt. Leuke blonde dame achter het stuur. Kids achterin. En er dan mee heen en weer tussen het fraaie landhuis en de basisschool. En van agrarisch werkpaard geëvolueerd tot stijlicoon. Dat is de Defender in een notendop. En ja goed, dat die blonde dame achter het stuur dan toch wel een beetje comfort moet inleveren. Dat mogen duidelijk zijn, hoop ik. Je zit hier links. Gewoon serieus klem. Die deur is heel dun.
Dit is zo'n deurtje. Ik zit er gewoon met mijn been klem. Het koppelingspedaal zit gevoelsmatig ergens daar buiten bij het linker voorwiel. Dan zit ik met deze knie hier klem. Dan zit ik op hele kleine stuurtjes. Ik kijk op een rechtopstaand dashboard. Wat toevallig in deze versie prachtig is afgewerkt. Ja, het is niet een beetje terug in de tijd. Het is riant de vorige eeuw. En ja, dat is dan weer het leuke aan dit soort auto's. Al die makken, al die minpunten, al dat lastige, dat is allemaal te pakken en dan te compenseren onder de noemer. Wat zei ik ook weer? Onder de noemer karakter. Ja, dit is allemaal karakter. Dat het ding niet lekker op de weg ligt, dat je alleen maar aan het sturen bent terwijl er eigenlijk niet veel gebeurt. En dat het matig zit. Het is allemaal karakter, karakter, karakter. En dan heeft hij Jeep het, dan heeft hij Geert. En deze Defender, ja, die heeft het natuurlijk helemaal. En het is niet zo raar dat dit dan dus de eerste is die vervangen gaat worden door een nieuwe. Een nieuwe die totaal anders is. Een aluminium bodystructuur en daaraan een veel lichtere carrosserie. Dat wordt de nieuwe Defender. En ja, dit is de oude. En dan ben je of ontzettend fan van zo'n ding, of je vindt het echt helemaal niks. Aan de green laning, dat is leuk. Hè? Lekker een beetje off-road, overal tussendoor. Je rijdt een beetje landelijk, je ziet nog eens wat. Maar eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is het avontuur omdat wij geen avontuur meer hebben. Ik bedoel, als je de gemiddelde Duitser, Engelsman of Amerikaan laat overkomen, die ooit een keer, weet ik het wat, de Rubicon Trail of zoiets heeft gereden, die laat je dit doen, die denkt van jongens, waar zijn jullie mee bezig? Je rijdt gewoon over een onverharde weg. Maar goed, het is wel leuk. Ik vind het aardig. Je komt op plekken waar je misschien nog niet eerder bent geweest. Ja, en de drie auto's dan? Ja, ze bestaan omdat ze een cultstatus hebben ontwikkeld. En die cultstatus hebben ze ontwikkeld doordat ze zo oud waren. Dus het wrijft een beetje, hè? Het schuurt wat. Ja, ze hadden er eigenlijk al niet meer moeten zijn, maar constant werden ze verbeterd. En dan zie je dat bij Jeep de verbetering, dat is nu klaar. Hij wordt binnenkort vervangen. De Defender, precies hetzelfde. Het is niet meer rendabel te maken om die auto mee te laten gaan naar de huidige veiligheidsmaatstaven. En dan vind ik dat de Jeep de leukste is van alle drie. En ik weet, het is appels met peren vergelijken, want het prijsverschil is gigantisch. Maar op een of andere manier heb ik wat met dat gekke, dat onverzettelijke, voor enigszins normaal geld. Hè. Het blijft natuurlijk een boel geld hoor. Maar ik bedoel, ik rijd nu in de Geländewagen en die is pas echt duur. En dan heeft Mercedes het jaren geleden slim gedaan. Ze hebben die auto dus steeds duurder en duurder gemaakt, totdat die echt extreem duur was. En wat konden ze met die hoge prijs? Nou, dan konden ze winst maken. En doordat ze flink winst maakten op die auto, hebben ze hem heel lang mee kunnen laten lopen naar de nieuwe maatstaven qua veiligheid, qua rijcomfort. En waar de andere twee er volgend jaar of over 2 jaar mee ophouden, daar gaat Mercedes met deze auto door tot 2022. Tot 2022 kun je een Geländewagen nieuw kopen. En dat komt omdat daar bij Mercedes financiële armslag is om die auto gewoon mee te laten gaan met de huidige tijd.